Welkom bij een nieuwe video van Rollercoaster. Vanuit Frankrijk zijn we bij een nieuw parkje die ik al een lange tijd wil bezoeken. Namelijk Papierpark. Papierpark ligt ongeveer op 2,5 uur rijden ten zuiden van Parijs. En hier staan minstens 4 achtbanen, waaronder een splinter nieuwe mode spinning coaster. Speedinus genaamd. Verder staat hier nog Big Apple, een soapbedbaantje en nog andere zaken. Dus we gaan gewoon door Papierpark in. Ik ben hier niet lang. Ik ga heel veel Franse parken in een paar dagen doen. Dus ik ben hier vrij kort. Ik doe puur de achtbanen. Dead zit eigenlijk misschien nog een trailrideje. Het park is verder niet heel groot. Mag eens goed filmen zo op de achtbaan. Ik heb gemaild, dus kijk wat het wordt vandaag. Het is wel mooi weer. Zonnetje schijnt. Op naar Papierpark. En we zijn binnen Papierpark. Bedankt voor de uitnodiging. Merci Papierpark. Voor de uitnodiging van mij op het park hier. Het is een best wel redelijk groot park. Het is toch een hele mooie disco van Zapella. Dit is precies hetzelfde bijna ook gedaan in Frappetui City in Frankrijk. Er is maar eentje van gemaakt was, maar hier staat er ook eentje dus. Een best mooi groen park en heel lang uitgestrekt, dus gewoon achter in het park naar de achtbaan. En voor bij de achtbaan komen natuurlijk, deze staat in elk Frans park tegenwoordig. Je ziet hem steeds meer opkomen, ook in België natuurlijk gebouwd nu. Blijven leuke dingen. Maar ik moet zeggen, het park echt best groot is nog. Dus we zijn bijna met de achtbaan gekomen, we gaan gelijk naar Speedinuts. Nou, de nieuwste dag van het park, Speedinuts. Poten 2023 dus om Motor Rides. Wilde Meus, splinternieuw. Ik moet even 10 minuten wachten voor die achtbaan open gaat en dan gaan we gewoon stappen. En dan ga ik daarna gaan we naar de Zierachtbaan die er achteraan staat. Helemaal achter het park, waar we nu ook zijn, zijn alle grote rides eigenlijk. Dus de Woonachtbaan, de Zierachtbaan, de Lokvloem, een paar andere attracties. Dus alles ligt achter het park helemaal. We doen een stukje op. Speedinus, de nieuwste achtbaan van het park. Ik vond een beetje tegenvallen voor een splinternieuwe mode achtbaan. Vond ik het best wel rof eigenlijk. Het stoot en zo, dat vond ik een beetje tegenvallen. Maar een leuke toevoeging van het park, in ieder geval van familiepark is dit. Gewoon een achtbaan hiernaast, de Zierenbaan. Hij heeft hier rollercoaster van 2009. Ik denk dat hij verplaatst is. Ik denk niet dat hij gebouwd is in 2009, maar dat weet ik niet zeker. Dus we gaan gewoon instappen in rollercoaster.
hier achter van het park weer. Niks bijzonders aan, gewoon een standaard sierenbaantje. Leuk ding. Op naar de volgende achtbaan, nummer 3. Gewoon een stap in de Big Apple van het park. Is je nieuw, gewoon weer tussen 12 de Dippy en Rides. Verder heb je nog een... Ja, ik kom niet op de naam zo even, maar van Chapelle in ieder geval. Zo'n wilde huis. Geen droptouwen, geen zweefmolentje, Big Apple. Het is wel mooi dat ik weer heb gezegd, zo ziet het best leuk uit. Dat was de Big Apple weer. Ik zei trouwens DPF Rise, dat is trouwens een behoorlijk op de database stond dat tenminste. Maar ik zag hier iets op de gevel en op de bordcomputer zag staan SBF Visa. Dus misschien is het een keer opgeknapt of zo door SBF Visa. Of dat wel van SBF Visa is, ik weet het niet precies. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was de Big Apple in ieder geval. Op naar de volgende. De Trump van het park. Ja, nou moet je even een ronde wachten. Verder nog vliegers fietsen hier, zoals je wel Plopsa Indoorpark wel kent. Verder nog Oldtimes, een klein mini waterpark er nog erbij. En dan deze mooie Giro Swing. En dan gaan we daarna gelijk door naar de laatste achtbaan van het park. De typische Franse achtbaan van Silkwet. En fantastisch weer. Maar eerst deze stap instappen. Dat was de Giro Swing. Helaas met twee keer op de kop in. Een beetje tegenvallen. Niet heel spannend. Ik doe het liever op de kermis. Op naar de laatste achtbaan, de Soket van het park. Op naar de laatste vier dagen van het park. Soketbaantje, Train de Lamine. Als ik eruit spreek tenminste. Op de 1995. Soket Power. Nou, ik hoef niks meer te zeggen wat Soket is. Het is allemaal oude meuk. Het is gewoon instappen. Dat is de Soket-baan van het park. Een van de laatste Soket-banen trouwens die ik van Frankrijk moet doen.
Ja, dit is wel best wel soepel, moet ik zeggen. Normaal is het echt dramatisch, maar dit is best wel normaal. Een paar gekke bochtjes erin, maar verder gewoon prima baantje. Eén rondje helaas, van jammer. Laatste dag van het park, plus 4. We gaan gewoon door naar voor het park, laat je de winkels even zien. Dan ga ik door naar het andere Veraldse park. Ja, verder park zelf vind ik echt wel een leuk parkje. Dan kun je best wel een tijdje maken. Geen hele dag, maar wel even een dag deel in ieder geval. En ja, het is echt een familiepark. De enige thrillride is deze jongen achter mij. Verder een klein lokvloempje. Op zich is het wel een leuk pas. Er zijn heel veel kermisgerelateerde attracties. Heel veel echt ja, van de kermis overgenomen. Hier neergedropt gewoon eigenlijk. Niet heel veel decoratie. Wat hier nog leuk zou passen inderdaad is ook een rapper zijn. Een standaard Franse rapper die wel kent inderdaad. Gewoon voor de kermissen. Gewoon met de lift omhoog en dan... Als we gelijk naar beneden. Dat is op zich al pas hier nog, maar verder ja, grappig parkje. Boutique de souvenir. Ook hier helaas met name gewoon allemaal spullen wat je in alle pretparken tegenwoordig ziet. Niet zo bijzonders. Maar ook die oude carouselpaden te zien hier allemaal. Nou, dat was papierpark. Anderhalf uur park geweest. Ja, ik ben op doorreis, ik heb haast, dus ik ga gewoon door naar het volgende parkje. Leuk parkje om een keer te bezoeken is ongeveer 2,5 uur ten zuiden van Parijs. Ja, het is gewoon de grote weg naar Bordeaux heen. Daar zit een parkje vrij dichtbij langs aan de weg. En ja, ook hier vlakbij. Ongeveer op 2,5-3 uur rijden heb je ook Futuroscoop. Dus mocht je op doorreis zijn en Futuroscoop zijn, kun je eens wat meer pakken. Echt een leuk parkje, 4 leuke achtbanen. Voor Credit Hunter zeker een must do. Met name natuurlijk het gare Soker en natuurlijk die staat. En een leuke nieuwe mode Wilde Muis achtbaan, superleuk. Vond je een leuke video, like en abonneer hieronder in het belletje. Mis je nooit video voor de rollercoasters. Er komen nog een heleboel andere video's aan. En ook een heleboel Franse video's. Dus houd het in de gaten. Tot de volgende video.